Ergotherapie redt jaarlijks het leven en herstel van meer dan 80% van mensen die te kampen hebben gehad met enige vorm van een beperking. Daarom wordt 27 oktober jaarlijks toegewijd aan de helden achter de schermen die levens transformeren door middel van herstel, rehabilitatie en het herwinnen van zelfstandigheid. Ergotherapeuten spelen een cruciale rol in het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen over de hele wereld. Met een toewijding aan het herdefiniëren van de menselijke mogelijkheden, werken ergotherapeuten onvermoeibaar om individuen te helpen bij het overwinnen van fysieke en psychische obstakels. Dit jaar staat Wereld Ergotherapiedag in het teken van erkenning en waardering voor deze zorgverleners. Ze hebben een onmisbare rol gespeeld tijdens de COVID-19-pandemie, waarbij ze hielpen bij het herstel van duizenden patiënten en bijdroegen aan de geestelijke gezondheid van velen die geïsoleerd waren.